Vandaag hebben we interessant nieuws over mogelijke verhuizingen bij de club. Maar meld je eerst aan zodat je op de hoogte bent van alles wat er rondom Feyenoord gebeurt. Het lijkt erop dat de naam van Mohamed Tabouni circuleert in de Woudestein discussies. Excelsior overweegt zowaar de mogelijkheid om op huurbasis bij Feyenoord te solliciteren. Excelsior nam onlangs contact met ons op om meer te weten te komen over de situatie van de 21-jarige Haarlemmer. Volgens Transfermarkt wordt Tabouni gewaardeerd op zo'n 700.000 euro. Het is de moeite waard eraan te denken dat Tabouni een jaar geleden transfervrij naar ons toe kwam van AZ en zijn plekje in de jeugdcategorieën veroverde. Hij heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2024 met een optie voor nog een seizoen. Tot nu toe speelde hij in vijf competitieduels voor Feyenoord. Laat alvast je like achter in deze video. Want het is voor jou erg belangrijk om het laatste Feyenoord nieuws dat we hier plaatsen niet te missen. Dankjewel. Doorgaan. Maar daar stopt het nieuws niet. Ook Excelsior werkt hard aan de komst van Mimerel Benita en Lennart Hartjes, twee talentvolle Feyenoorders. Er is een mogelijkheid van een huurperiode voor deze drie spelers bij de Kralingse Club. De jonge verdediger Mimerel Benita, 19, heeft al gesprekken gehad met de ploeg van Excelsior over een mogelijke uitleenbeurt. Zowel de speler als Excelsior kijken er naar uit. Onder coach Arne Slot kreeg Benita al zes officiële wedstrijden. Vorig seizoen liep hij een knieblessure op, maar zijn herstel verloopt voorspoedig en hij is bijna speelklaar ter voorbereiding op volgend seizoen. Naast Benita probeert ook Excelsior Feyenoord-middenvelder Lennart Hartjes te overtuigen om op huurbasis bij de club te komen. We wachten af hoe deze onderhandelingen verlopen. Het is nu aan de clubs om de huurovereenkomst af te ronden. Benita heeft bij Feyenoord een contract tot medio 2025 en wordt geschat op zo'n 700.000 euro. Houd ons in de gaten, want er kan binnenkort meer nieuws naar buiten komen. Laten we Feyenoord blijven steunen en kijken uit naar een mooie toekomst voor de club. Tot de volgende update!